Theo, hier, even de stag en die, op die botel. Die? En die botel moet je even de stag pakken, dat klinkt heel makkelijk. Want dat ja. Dan trek je misschien die dingen kroon. Ja, maar ik... Nou, nog een beetje spanning voor de start, Cor. Maar ja, je moet natuurlijk wel op tijd zijn, want anders dan hebben we nog half uur de tijd. Maar... Ja, alles is klaar bij jou, aan boord? In principe wel, ja. Ik denk dat het meeste wel voor elkaar is. Maar ja, weet je wat het is? Met dit soort weer kan je alles. Je kan spullen pakken, je kan over je dek heen rammelen. Ik bedoel, je loopt buiten toch misschien 2-3 mijl, maximaal. En dan heb je dat gehad. Ik heb er nog 3 minuutjes. Voor hem langs. Plat voor de lap. Als hij een wat langer rondje had gedraaid, dan was hij versneld hierheen gekomen. Moet die fok naar de andere kant. Uitbomen. De fok moet naar de andere kant. Bomen maar in zitten, hoor. Schoot. Ja, oké. Okay. We zijn net je 40ste 24 uur race gestart. 38 keer met mijn eigen boot. Eén keer met de boot van een oude buurman van me. En dit wordt de totaal 40ste keer. En ik hoop jaarcijfer 33 te bemachtigen. Is dat meteen een mooi moment om ook te stoppen? Ja, want ik word te oud voor dit soort zaken. Om dat zelf te draaien. Kan met iemand meevaren, is verder niet zo'n probleem. Maar goed, alweer kom je te veel onder druk te staan. En ik heb natuurlijk al een... Een pacemaker, ja, zo'n elektronische hartslagregelaar. En dat is toch niet helemaal de toestand om wedstrijden te gaan varen. Dus, Waarom doe je zo graag aan deze race mee? Ja, je begint eraan en je doet mee. En mijn zoon is natuurlijk ook wild enthousiast. Die vaart dit jaar voor jaarcijfer 25. En ja, je zit elkaar een beetje op te jagen. En dan kom je uiteindelijk toch in een situatie dat je ieder jaar een keertje mee wil doen. Is een soort verslaving. Maar ja, ook kan een verslaving op den eind. Kijk, ik vaarde af mijn, even kijken, 71 ben ik het eerst begonnen. Toen heb ik 6 jaar een bootje gevaren van 6 meter. Toen kocht ik een boot van 7,5 meter. En toen, het jaar daarvoor was ik uitgenodigd door een buurman van me. Die zei, je moet eens een keer meedoen, ik ga ook meedoen. Maar ja, en ik vond het altijd wel een uitdaging. En sindsdien ben ik dus gewoon blijven varen. Je voelt je belazerd als je niet binnenkomt of zo. Of ik heb een keer een aanvaring gehad met een platbodem erop, mast overboord, meer van dat soort zaken. Dan heb je de pest in natuurlijk en dan wil je het volgend jaar weer. En voor de rest, ja, iedere keer als je een jaarcijfer erbij krijgt, dan is het weer een ophoging. En dat is min of meer de verslaving die eraan zit. Ja. Proficiat! Ja, dankjewel. Geluk, heel gedaan. En nu? Nou, ik denk dat ik ben stop. Ik word oud. Ik word te weinig bewegelijk. Ik moet te veel mijn handen gebruiken om me te verplaatsen. Die boot is een beetje gaan slingeren. En meer van dat soort zaken. Dus ik ben eigenlijk bang dat ik er wel mee wil stoppen. Zullen we nou even genieten nog van het binnenlopen? Ja, dat doen we zeker. Sowieso. Oh, goed zo.